Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een aflevering van de Toy Soldier. Vandaag ga ik het hebben over de telefoon en over de Quest. De Quest app. De Quest app is er bijna. Ik ga stap voor stap met jullie door de Quest app lopen. Kijken wat die inhoudt, wat die doet. Kijken wat je ermee kan. En ik ga alle twee de Quest modellen updaten. Dus de Q30 en de Q60. En ik ga even kijken of de update ervoor gezorgd heeft dat de VDI bij de Q60 wat langer vasthoudt als daarvoor. Er is een nieuwe app. Tenminste, er komt een nieuwe app. En die app die heb ik nu hier. Die staat nog niet online, maar als die online staat, dan zullen jullie daar zeker bericht van krijgen. En die moet stabieler zijn. Die moet connecten met iedereen die daarmee wil connecten. Q30, Q60... Q30 plus, Q60 plus. Dus, wat ik ga doen is ik ga als eerste de Quest Go app aanzetten. De Quest Go app. Wat we zien is personal. Daar kan je My Quest en My Post in doen. Er is niet zoveel veranderd. Group. In de group kan je dingen plaatsen. Hier zie je dus al mensen die al iets erin geplaatst hebben. Dit zijn allemaal mensen die iets erin geplaatst hebben. Foto's, vondsten. Nou, dat is leuk. Een questgroup. Je eigen vondsten. Je kan starten en dan kan je met je GPS-signaal rond gaan wandelen. Kan je kijken waar je bent, wat je doet. Op het moment dat je wat gevonden hebt, druk je het schepje in. Remind is, ja, dat is goed. En dan komt er een stipje. En je kan er zelfs nog een foto bij zetten als je wil. Nog een tabblaadje statistieken. Dan kan je zien hoe lang je gelopen hebt, hoeveel stappen je gelopen hebt, hoeveel kilometer je gelopen hebt en welke vondsten je gedaan hebt. En hier heb ik dus een blauw blokje met twee vondsten. Hoe meer je erop zet, hoe hoger dat statistiekje wordt. Dat is leuk voor de mensen die van statistiekjes houden. Voor de rest niet zo heel belangrijk. Wat wel belangrijk is, is deze. Deze tabblad, of dit tabblad, geeft je aan welke taal je wil. User info, country settings, feedback, guiding and about en gear firmware. En gear firmware is eigenlijk waar iedereen op zat te wachten. Wat je als eerste doet is, je zet de metaaldetector. Dus wat je doet is, je zet je metaaldetector aan. Ik zet even het geluid uit. Zo, geluid uit. Je drukt op het Bluetooth dingetje. Dan zeg je oké. Welke is het? Het is in dit geval de 30 plus. Are you sure you want to connect? Yes, I want. En hij is gelinkt. Dan ga je terug naar de history. Ga je terug. En dan zie je gear firmware. Hier geeft hij aan wat je hebt. 1910. Hier zie je de 1910 en de nieuwe versie is de M1922. Ik zeg gewoon update. Casco wil toegang tot je foto's media. Ja, is prima. En wat gaat hij doen? Je ziet dat hij hier gaat updaten. Upgrade. En je ziet dat hij in het updaten is. Alsjeblieft, update je metaaldetector als je batterij vol genoeg is. Want het kan zomaar zijn dat het lang duurt. En als het lang duurt en hij valt onderweg uit, kan het zomaar zijn dat je metaaldetector leeg is. Dus, laat hem lekker pruttelen zo. En dan komen we straks, als die klaar is, weer terug. Uiteraard moeten we dat natuurlijk ook met de Q60 kunnen doen. Dus we gaan weer terug naar Gears. Dan gaan we naar Gears. Drukken we op Bluetooth. We zetten de Q60 aan. En we zetten even het geluid uit. Ja, daar is de Q60.
connect to the Q60. Uiteraard gaan we connecten met de Q60. Die heb ik nog geen naam gegeven, dus dat ga ik dan ook gelijk even doen. Ruud, spatie, Q60. En dan halen we dat er even af. Zo, oké. Ruud Q60 en Ruud Q30+. Dan gaan we terug. Firmware. Mijn versie is 1910 en de nieuwste versie is M1922. Update maar. Met de nieuwe update. Je hoort hem helemaal uitveden en pas bij de uitveed gaat het nummer pas weg. Dus hier ga ik steeds hoger, steeds hoger, steeds hoger, steeds hoger. Hier hoor je hem zachter, maar is nog steeds de VDI aanwezig. Hier zakt de VDI iets weg met het geluid. Hier hoor je hem nog wel, maar zie je hem niet meer. En dat is het einde. Ik zeg dat dat een dikke pluspunt is van de nieuwe update. De VDI blijft zeker een heel stuk langer aanhouden. Of ik dit ooit zelf zal gebruiken, dat weet ik niet. Maar ik ga nou een stukje lopen met de Quest app aan. Ik loop gewoon even een stukje door de straat heen, want het gaat mij eventjes alleen om hoe de GPS werkt. En je ziet nu dat ik een blokje omloop. Ik loop gewoon even een blokje om mijn huis. Zo, loop ik hier weer terug. Loop ik net even een ander baantje terug. Dus dat ik net gelopen heb. Ik heb zojuist een rondje gelopen. Hier kan je precies zien waar ik gelopen heb. Ik heb zo dit stukje gedaan. Die rare uitschieter weet ik eigenlijk niet waarom dat is. Maar dit stukje heb ik gelopen. 108 stappen gedaan. 2 vondsten, want ik had er net ook al eentje ingedrukt. Dat was hem alweer. Korte video over de Q60, over de Q30 en over de Quest app, de Go app, die zeer binnenkort eraan gaat komen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.